Eindhoven zat afgelopen week in een Europese week, want het speelde voor de beker bij Twente. Floor met 3-0. Dit is Ajax met Savastano. Goeie voorzet. En Cachera. Dit is een strafschop. Overtreding van Matthijs. Goed gezien door scheidsrechter Oostrom. En zo krijgt Ajax vroeg in de wedstrijd de gelegenheid om de score te openen. En is het een strafschop? Ja, het is een strafschop. Swinkels oog in oog met Cachera. Nou, daar komt hij. Cachera. Mis. Ja. Deze had eigenlijk moeten zitten, Cachera. Maar goed, dat weet de spits uit Colombia zelf ook. Leader. Leader is sterk. Leader. En Van Bladeren met een goede reactie. Is in vorm. Heeft zijn draai natuurlijk gevonden bij Eindhoven, maar Leader. Mag doorgaan van de scheidsrechter Mazraoui. Cachera. Cachera. Nunnally. Gevaarlijk Nunnally. Nunnally. En de lat redt Swinkels en de ploeg van deze van Leeuwen, die kwaad is. Eindhoven met Horsten. Van Lanschoot. Lekker gespeeld. Van Lanschoot. Ja, heel goed gedaan. Horsten. Goeie aanval van Eindhoven. Maar alleen Van Bladeren werkt niet mee op de inzet van Van Lanschoot. Bergsma. Overname Eindhoven. Leader. Horsten. Goed gedaan. Kabangu. Kabangu. En Leader. Komt hij daar? Ja, daar is hij. De openingsgoal in de wedstrijd. Marten Leader. Vijfde goal in 6 wedstrijden. Dus is hij in vorm. Marten Leader maakt het beheerst af. En zo leidt Eindhoven. Tweede helft met Eiting achter de bal. Eiting richting De Wit. En Swinkels staat daar goed. De doelman van Eindhoven. Ja, bij deze stand is Ajax geen periodekampioen. En dus geen eerste prijs voor Reiziger tot dusver. De goede vrije trap. Bergsma is er en het is 1-1. Nu wel door De Wit. Dani De Wit zet beide ploegen dus op gelijke hoogte. De goede vrije trap. Bergsma loopt al wat in de weg. En De Wit, daar had niemand rekening mee gehouden. Klein uurtje gespeeld in Eindhoven. Het is een evenwicht. Met Van den Bomen. Speler met een Ajax verleden. Kabangu verspeelt de bal. En dit is een poeier. En dit is een goede reactie van Van Bladeren op de inzet van Leader. Leuke wedstrijd tussen Eindhoven en Ajax. Nunnally. Was dreigend in de eerste helft. Dit is ook weer een goede voorzet. Eiting. Goed met de aansluiting. Eiting. En daar is de 2-1 voor Ajax. Hij was erbij in de selectie tegen De Dijk. In het bekertoernooi. Bij de hoofdselectie. En hij is belangrijk voor de belofte van Ajax. Eiting. En die bal die krult beheerst binnen. En zo is het dus 1-2 voor Ajax. Opnieuw een hoekschop. Bergsma is er weer. En weer is het een goal. En weer is het De Wit. En weer was Bergsma dus de bliksemafleider. De aanvoerder van de belofte van Ajax. En zo komt die periodetitel wel dichterbij voor Michael Reiziger zijn ploeg. Kada, ingevallen. Kada, de huurling van Heracles. Goed van Van Bladeren. Leader is sterk en hij scoort zijn tweede van de avond. Op wilskracht. En op enthousiasme. Mark Leader. Met zijn tweede van de avond. Goed van Kada. Van Bladeren half. Ja. En hier moet je Leader toch eigenlijk van de bal afzetten. Tussen de benen door van Eiting. En het is weer spannend. Fleming. In de ploeg gekomen. Fleming nou. Oh. En in tweede instantie ook niet binnen. Cachera dan. Nou, die heeft de hele avond nog weinig geraakt. En ook deze schiet hij niet binnen. Het is niet de avond van Cachera, want dit had eigenlijk 4-2 moeten zijn. Bergsma met de bal naar voren. Als hij maar weg is. Cachera stond er nog. Lang staat helemaal vrij, gezien door Cachera. Nou, de tweede kans voor Lang. En deze schiet hij ook niet binnen. Het blijft wel 3-2 voor Ajax.
Michael Reiziger pakt wel zijn eerste prijs. Want Ajax wint de eerste periodetitel in Eindhoven. En daarbij hoort deze bronzen stier die Bergsma krijgt uit handen van Simon Kelder. Ajax dus de sterkste in de eerste periode.